Ja, dit is een idee dat we covers spelen van onze helden. Vriend van Amstel, zinger en held. En wij doen dus drie bandjes, U2, Bon Jovi en Bruno Mars. Spelen we dus zo dicht mogelijk bij het origineel. Deze. En wat zijn dat precies voor stokken? Nou, eigenlijk is het niet echt dat direct te vergelijken met iets wat ik eerder in mijn handen heb gehad. Daarom hebben we ook best wel lang geëxperimenteerd met wat we wilden maken. Ik was uitgegaan van een oude stok die ik vaak gebruikte, de stok van Zildjian. En daarop zijn we eens gaan kijken van wat kan ik er nu beter aan maken. En dat kwam met name dat het langer moest zijn dan een normale 5B is. Hij moest iets dikker zijn, de tip moest iets anders worden. En we zijn eigenlijk net zo lang gaan kijken totdat we de goede stok hadden gevonden. En dat duurde niet eens zo gek lang, want Paul die maakte best wel goede voorbeelden. Die kon best wel goed inhaken meteen op wat ik wilde. Ja. Dus eigenlijk hebben we geloof ik twee keer op en neer gestuurd van wat kunnen we hier nog aan verbeteren. En toen was hij er gewoon ineens. Super man. Dus ik ben, zoals ik ook nu in de slagwerkkrant heb gezegd, is dit gewoon de beste stop die ik me maar kan wensen. Ja, het is gewoon perfect. Het grappige, want als kind had ik dus een paar merken waarop ik al speelde, waaronder Aachen. Okay. Toen was ik dus echt 9 en 10 en zo, en toen had ik Aachen stokken. Alleen toen was het een tijdje eigenlijk een beetje van de radar verdwenen. Ja. En toen ben ik dus soort van noodgedwongen overgestapt op andere stokken. Omdat ik buiten de studie de school had een deal met Zildjian, dus dan kon je dan stokken kopen. Oh, ja. En dat ging later over naar. Maar in ieder geval, toen ik merkte dat Aachen er weer was, gek genoeg, ben ik daar weer mee gaan spelen. En toen hoorde ik van Leon Robbenmond dat hij dus inderdaad bezig was met zijn eigen stok te ontwerpen. En zo zijn we bij elkaar terechtgekomen. Dus ik ben eigenlijk voor mijn gevoel weer een beetje terug op het oude nest, want hier ben ik wel ooit mee begonnen. Zeker. En dat verschil zit vooral in duurzaamheid. Deze zijn echt veel duurzamer dan elke andere stok. Dan ook. Ook alle bekende stokkenmerken. Ik heb een heel hoop geprobeerd. En ik sla niet zachtjes. Dus je krijgt best wel op een flikken, zeg maar. Maar deze, ze gaan gewoon niet kapot. Ik denk dat ik er in de 2 jaar dat ik ermee speel, pas 1 of 2 heb gebroken. Dus de rest is gewoon op een gegeven moment op, dus dan doe je ze wel weg. Maar verder heb ik er nog, ik heb gewoon geen 1 stuk geslagen. Dus dat houdt dus altijd goed. Het barst niet. Je ziet soms bij andere stokken wel eens dat er ineens een scheuring komt. En dan splijt hij gewoon op de nerf. Maar ik heb het gewoon niet met deze stokken. Dus dat is gewoon. Dus helemaal tevreden. Helemaal tevreden. En ze gaan super lang mee. En ze zijn voor mij de beste stokken serieus die je kan hebben, zeker.